Hey, leuk dat je kijkt naar mijn nieuwe vlog. Ik ben Anthony, vandaag is het donderdag 11 augustus. Ik kom net terug van de fysio en nu ga ik naar een vriend van me, want hij gaat mijn haar knippen. En mijn moeder heeft een eigen kapsalon, maar die zit nu in Spanje. En het is echt tijd, want de laatste tijd draag ik alleen maar petjes. Ik heb wel dit nieuwe petje gescoord, erg blij mee. En ik ga ook nog naar een sportschool en natuurlijk niet 365, want daar mag ik niet meer opnemen. En ik wil natuurlijk wel mijn workout voor jullie opnemen. Nee, mijn pasjes. Oké, okay, before. Dit is het eindresultaat van mijn haar. Thanks man. En we zijn nu bij Hell City Hoofddorp. Zieke kleedkamer. En laten we beginnen aan de workout. Hier ook al een sikke bootcamp parkje. 3 sets achterhaling. Kill it. Bench press. 8 sets, 4 herhalingen. In totaal 40 stuks. Heerlijke full body sessie en nu beginnen aan mijn eerste maaltijd. Jij ook lekker getraind? Ja, zeker. Wegwezen, we gaan eten. Je hoort het. We zijn nu bij Stadshart en even kijken of hier wat nice te scoren is. Hele dag regen. Echt hele dag. Het is echt geen lekker weer voor de zomer. Wanneer komt die zon? Hé, hey, wat is nice. Welke gaan we nemen? Mango, naturel, groene thee, cookies and cream. Ga van de water binnen. Damn. En wat wil je daarop? Ja, doe maar gewoon fruit alleen. Bosbessen. Dit is goed man. We hebben allebei een salade met kip. En een lekkere dressing. Ik kan niet wachten, man, sorry. En voor de koolhydraten, frozen yoghurt met wat fruit. Dus eiwitten, micronutriënten, vitamines en vetten van de pompoenpitten en de chiazaden. Heb je genoten? Ja, lekker. Dat is echt lekker. Dankjewel. Even deze weer bijvullen. Groene gunpowder tea. Bedankt voor het eten. Yes, geen probleem. Ik wil jou voorlopig niet meer zien. Ik zie je later. En ik ben weer thuis en ik wil het even hebben over supplementen. Welke neem ik en welke eiwitpoedersmaken vind ik lekker? Laten we beginnen met wat neem ik. Elke ochtend neem ik 1 schepje van deze creatine monohydraat. En dit doe ik meteen in mijn mond en dan neem ik een klein slokje water erbij. Hier heb ik Total Nutri Greens. Voor de vitamines doe ik dit. En dit is gewoon persoonlijk lekker fijn. En ik neem dus geen multivitamine meer. Mega green tea extract vind ik erg fijn. Deze doe ik nog steeds om die blessures. Voor velen niet nodig, maar aangezien ik 3 blessures heb, hoop ik gewoon op alles wat helpt. BCA Plus, deze is ook niet voor iedereen nodig. Ik train natuurlijk op een lege maag en daarom vind ik het wel handig voor de zekerheid dat ik mijn spieren behoud. Deze 5 neem ik altijd in de ochtend. 1 stuk, 1 stuk, 1 stuk en 1 à 2 stuks.
Gaan we door. Eiwitpoeder smaken. Ik heb hier banana stevia smaak. Deze heb ik net nieuw en ik vind hem niet zo lekker. Maar het is wel met natuurlijke zoetstof. Dus daarom wou ik hem proberen. Maar ik ben er niet heel erg tevreden mee. Dan heb ik hier unflavored. Deze vind ik echt fijn. Die nam ik altijd na het sporten. Lekkere smaak gewoon, ook al heeft hij dus geen smaak. Je proeft een beetje die melkeiwit gewoon. Een klein beetje melkachtig of slap water. En dat vind ik altijd wel lekker na het sporten. Die smaak. Dat je niet iets te sterks hebt. Chocolate brownie. Heel fijn. Vooral met melk of om eiwitrepen mee te maken. Echt een aanrader. Salted caramel. Heel veel mensen vinden deze nice. En ik ook. Samen met melk heb ik hem alleen genomen. En erg lekker. En dan hebben we hier nog strawberry. Deze is fijn voor kwark, maar ook gewoon voor een shake met melk. En natuurlijk ook blender shakes met bijvoorbeeld boerenkool erin. En de smaak die nu op is vanille. En dat is echt mijn favoriet. Ik vind die lekker bij mijn kwark. Ook bij mijn blender shakes. Met water, met melk. Altijd lekker. Dat wou ik even met jullie delen. Maaltijd nummer 2. En voordeel van intermittent fasting? Grote maaltijden. Ik heb hier walnoten, cherry tomaten, 1 banaan. Dan heb ik 3 verschillende notenboters. Almond butter, peanut butter, kokossmaak en nog cashewboter. En deze is mijn favoriet. Dit is alweer mijn tweede bak. En die heb ik besmeerd op 3 sneetjes brood. En nog een shake erbij. Salted caramel smaak. Genieten! Ik wil het even met jullie hebben over een onderwerp en dat is if it fits your macros. Hier is heel veel oneenigheid over en ook heel veel verwarring. Werkt het nou? Wat is het? If it fits your macros, afgekort als IIFYM, betekent in het Nederlands als het maar past tussen je macros, is een manier van aanpak dat je je calorieën telt. Je wil zo gefocust zijn op je caloriedoel behalen en je eiwitdoel behalen. En de rest maakt het niet zoveel uit waar je je voeding vandaan haalt. Dus je kan dan nog steeds fastfood eten en bijvoorbeeld afvallen. Als je gewoon je caloriedoel behaalt en wel je eiwitten behaalt. Het werkt, maar het heeft weer zijn nadelen. En dat is bijna met elke manier van voeding aanpak. Dus je hebt if it fits your macros, intermittent fasting, carb cycling, keto, paleo, vegetarisch eten, low carb eten. Zoveel verschillende manieren. Maar als iets voor jou werkt, betekent dat niet meteen dat het voor iedereen de beste en de leukste manier is. Dus dat is wel belangrijk om te delen. Want als iets dus voor jou werkt, moet je het niet meteen aan iedereen aanbevelen. Dus daarom probeer sowieso meerdere dingen uit. En kijk wat voor jou nou het beste resultaat geeft op een leuke manier. En heel veel mensen vinden dit gewoon prettig. Dat ze dan nog steeds fastfood kunnen eten. En dat ze wel alles moeten bijhouden. En dat is natuurlijk weer een nadeeltje. Het heeft natuurlijk transvetten, dat ongezonde eten. Soms een bloedsuikerspiegeldaling, waardoor je weinig energie hebt. Gezondheidsnadelen. Dus het heeft ook weer zijn nadelen, maar dat is bijna met elke aanpak. Intermittent fasting heb je bijvoorbeeld dat je pas laat mag eten. Eet jij liever 6 maaltijden, kan je natuurlijk weer kleinere porties. Dus kijk gewoon wat er voor jou werkt. Als jij jezelf in shape kan helpen met iets, dan is dat heel erg mooi. Maar dat betekent niet dat je meteen iedereen kan trainen. En dat is even mijn advies. Dus je kan echt wel mensen helpen in de comments. Alleen kijk uit met iets wat voor jou werkt. Dat je meteen denkt van dit moet en jullie moeten allemaal dit volgen. Want ja, zo werkt het niet. Er zijn zoveel manieren om in shape te komen. En kom er gewoon achter wat voor jou werkt. Bakkie! Etenstijd. Nu ga ik ook zelf eten. Wat wordt het voor vandaag? Gemarineerde kalkoenfilet, champignons, uien en gele paprika. Mooi geworden. In vlog nummer 3 had ik mijn kleding laten zien. Nu dacht ik van laat ik nog even deze rij behandelen met shirts. 1 voor 1 snel aantrekken. Laten we beginnen. Deze is een maatje te groot, XL. Hierbij wil ik de video al afsluiten. Bedankt allemaal voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kan je abonneren op de rode knop. En ik hoop je weer gauw terug te zien in mijn nieuwste video.